Mascara is een heel veel gebruikt make-up product. Maar wist je dat in sommige mascara's tot wel meer dan de helft van het product achterblijft in het potje? Toch niet zo ecologisch dus. Het is natuurlijk normaal dat in cosmetica producten altijd wel een klein beetje van het product achterblijft. Meestal is dat een 5-10% van het product dat je dus wel koopt, maar niet kan gebruiken. Bij mascara's is dat altijd minstens 15%. Bijvoorbeeld bij deze van Dr. Hauschka. 15% die overblijft, dat valt nog mee. Bij deze van iCare blijft 62% achter. Dus waar je wel voor betaalt, maar die je niet gebruikt. En als je weet dat zo'n mascara toch al rap 20 euro kost, dan weet je dat er veel geld verloren gaat. En we hebben ook de stoffen getest die in die mascara's zitten. Over het algemeen zijn er daar niet al te veel problemen. Er zitten bijvoorbeeld weinig hormoonverstoorders of parfums in die mascara's. Maar wij hebben er 3 gevonden waar er toch stoffen in zitten die er niet in zouden mogen zitten. Bijvoorbeeld deze van Chanel en deze van Zao. Daar zit formaldehyde in. En formaldehyde, dat is kankerverwekkend. En dan deze van Max Factor. Die bevatten hoge waardes aan nikkel en nikkel kan allergische reacties opwekken. Dus ben je op zoek naar een goede mascara? Check dan toch best eerst even onze website.